Ik vind het altijd lastig om zulke dingen te vloggen. Ik vlog alles in het leven, maar sommige dingen zijn wat lastiger dan andere. Dit is een vlog. Goedemorgen. Lieve mensen, leuk dat jullie weer kijken. Het is maandag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik ben nog een beetje aan het bijkomen van cessation, van een druk weekend en van een druk week vorige week. Dus ik ga even kijken wat ik er deze week weer van kan gaan maken. Maar ik begin even met een gezonde shake. Bart is lekker de kinderen aan het wegbrengen. Dus dat geeft mij de kans om even wat te doen. Ik ben nu alvast even alle bestanden op de computer aan het zetten, zodat ik ook vandaag gewoon netjes op maandag het edit kan doen. En niet morgen nog à la last minute weer dat hoef te doen. Oh ja, oh ja. Wat hebben we allemaal nodig? Oké, boodschapjes zijn gedaan. Ik ga vandaag lekker vroeg eten maken. Bart eet laat pas thuis. Dus daar hoef ik geen rekening mee te houden. Die gaat naar een soort NLP-cursus doet hij. Bij iemand die daar nog voor aan het leren is, geloof ik. Dus dat is wel leuk voor hem. Kijk, deze heb ik dus net bij de Lidl gehaald. Zo'n hele grote bak met, ja, als je ervan houdt, vegetarische kipstukjes. Ik vind dit echt super handig om te maken. En die is bij de Lidl, zag ik dus maar, 2,90 of zoiets. En dat is echt veel goedkoper dan bij de Albert Heijn. Dus ja. En ik heb wokgroenten. Ik ga het met mie maken. En dan met deze. Deze, teriyaki saus. Dat is zo lekker. Geen idee of het gezond is, zal niet, maar het is wel heel lekker. Ik maak ook wel vaak pasta's helemaal zonder vleesvervangers of andere dingen. Lasagne zonder vleesvervangers. Salades. Eigenlijk kan ik in principe heel veel gerechten gewoon helemaal zonder vleesvervangers en zonder vlees maken. Maar Bart vindt het gewoon lekker. Dat idee dat hij toch een soort van vleesachtig iets heeft wat een beetje die structuur heeft. En vaak mist hij het ook niet eens als ik het niet gebruik. En dan later zegt hij wel eens van, zat het hier helemaal niet in? En nee, dan zat het er niet in. Dus als ik gewoon goed kook en gewoon oplet dat ik het lekker kruid en de juiste dingen ertussen doe met een fijne structuur, wat echt een bite heeft, zeg maar, wat vlees ook heeft en vegetarisch vlees ook heeft, dan mist hij het niet en dan doe ik het ook wel eens zonder. Maar ik kook gewoon wel echt heel veel met vegetarisch vlees vanwege het gemak ook wel. Dus ja. En er zitten vaak ook wel veel eiwitten in. Een bron van vitamine, eiwitrijk, B12 en ijzer. Dus sounds good. Goedemorgen. Ik heb weer lekker een klus. Ochtendje. Ik heb tot 12 uur om even te klussen in het tuinhuis. Dus ik ben daar met de keuken bezig weer. En ik heb net de vloer even geschilderd. Maar kijk nou hoe deze erbij liggen. Of maak ik jullie nu wakker? Didi. Didi. Maar lekker slapen. Dan heb ik ze wakker gemaakt. Maar goed. We gaan eventjes naar het schoolfeest. Volgens mij gaat Jola iets van optreden doen. En Jax, weet ik niet zeker. Dus helemaal leuk.
And I'm back home. Jax is helemaal kapot. Maar het was een heel leuk schoolfeestje met heel veel lekkere hapjes. Hij zit nu even lekker te chillen. En ik heb Jola. Heb ik net afgezet bij haar nieuwe paardrijden. Dus die gaat nu weer op een nieuwe plek paarden verzorgen, helpen en ook rijden. Deze twee zitten lekker in de krabpaal de hele tijd. Ik heb de krabpaal even op een andere plek neergezet. Gewoon in het midden van de kamer. En sindsdien zitten ze er weer veel vaker in. Dus dat is wel wat beter, denk ik. Gewoon, eerst stond het een beetje zo in de hoek. Maar nu, ja, kunnen ze wat meer, zeg maar, de hele kamer zien, denk ik. Vanaf daar, dat ze het daarom leuker vinden. Lekker plekje, hè? Ze gaan nu trouwens ook op de kattenbak met gewoon de deksels erop. Ik heb eentje nog even het luikje eruit gehaald, zodat ze even kunnen wennen daaraan. En dan binnenkort doe ik daar ook het luikje op. Voor de rest gaat het super goed met ze. Jola die heeft een superleuke paardrijles gehad. Ze was helemaal enthousiast. Daar ben ik echt heel erg blij mee, want dat maakt haar gewoon zo gelukkig. Ik ga weer even een lekkere spaghetti alla Disna maken. Het is weer een uurtje of 5, geloof ik. Ja, ik ga zo even eten maken voor Jax en Jola. En Bart en ik gaan zo even lekker naar de bios. En ik denk even onderweg wat eten. En ik ga me even omkleden, want ik heb echt super veel gezweet vandaag. Ik heb namelijk vandaag samen met Bart de trap gedaan. Dat kunnen jullie allemaal in een andere video gaan zien, hoe die is geworden. Misschien ook stiekem al een klein beetje. Ja, gewoon als je goed naar deze vlog kijkt, misschien zie je hem stiekem al een beetje. Oeh. Even deze outfit laten zien hoor. Kijk, helemaal black. Maar deze broek, die had ik dus laatst bij de Bershka gekocht, omdat Jola hem ook had. En ik vond hem erg leuk. Ik wilde hem ook hebben. Dus toen heb ik hem ook gekocht. Jax zit met zijn hoofd nog steeds helemaal in het trommeloptreden van gisteren op school, volgens mij. Alles is een trommel. Lekker, lekker. Mickey, Mickey. Een tijdje geleden weer, hè? Ja. We hebben het verdiend met die trap. Ja, we hebben het verdiend met die trap. Lekker naar de bios. Thor. Thor. Love and Thunder. Is dat het thema? Ja. Of hoe noem je dat? Ja. Het thema. De Ragnarok nou met mij gezien ook? Ja. Eerst. Vond ik wel leuk, ja. Temptation naar hem te kijken. De laatste aflevering. Oeh, het is spannend. Mooie vrouw in. Dit is die erbij wilde. Hallo. Yes, dankjewel. Hop, hop. Bart gaat natuurlijk nog even rustig popcorn halen. Terwijl we al te laat zijn. Pop, pop. Nou, de deur staat nog open. Ja, dankjewel. Kijk wat ik krijg. Ook wel handig, ja. Die film duurde best lang, maar was best leuk. Ik vind zulke Marvel films of DC, dat soort dingen, vind ik altijd wel leuk. Maar dan wel echt in de bioscoop. En zoals nu met echt 3D en dat je helemaal dan in het verhaal gaat, zeg maar, voor thuis. Ja, dan heb ik het gedeelte er niet voor zo'n fantasiefilm. Maar het was wel weer eens een keertje leuk. Het was wel lang geleden dat ik zo'n film had gezien. Ja, goede muziek ook altijd in die films. Dus ik heb net samen met Bart al die nummers zitten opzoeken en keihard meegezongen in de auto. Goedemorgen. Vandaag begin ik even bij de Bouwmaat. Dat is een bouwmarkt, maar dan voor professionals.
Lijkt me, nee. We hebben een pasje daarvan, omdat we eigen bedrijf hebben. Dus dat is wel handig. Maar het is niet zo dat het daar goedkoper is of zo. Het is gewoon qua spullen. Ja, wat is het? Hebben ze meer? Nee, ze hebben gewoon wat meer echt bouwdingen. In plaats van ja, allerlei andere commerciële dingen nog erbij en zo. Het is nog een beetje vroeg, zoals je kan merken. Cooking time. Sorry, een beetje veel geluid hier. Ik ben wok aan het maken. Eigenlijk al de tweede keer deze week dat ik dit maak. Ik ben er niet helemaal bij, want ik heb slecht nieuws gekregen net. Beetje irritant om dat nu te zeggen met het harde geluid op de achtergrond. Wacht, ik loop wel heel even naar buiten. Ik ga nooit zo goed op zulke dingen. Ik vlog alles in het leven, maar sommige dingen zijn wat lastiger dan andere. Het zit dus zo. Mijn lieve oma Miesje is overleden. Ze is 92 jaar geworden. Werd bijna 93. En ja, ze was natuurlijk al ouder. En ze was, ze had Alzheimer. Ze zat daar ook voor in een tehuis. Dus het zat er aan te komen. En ik ben ook eigenlijk wel heel erg blij dat het nu is gebeurd. En op een hele vredige manier. En niet dat ze echt helemaal in een kastplantje is veranderd. Ze kon gewoon eigenlijk, denk ik wel, tot haar laatste dag nog lachen. Tenminste, mijn oom was gisteren nog bij haar. En mijn moeder van de week nog. En die zijn ook echt heel veel bij haar geweest de laatste tijd. Sowieso al eigenlijk al sinds ze daar in dat tehuis zat. Dat is het, weet je wel. Het is gewoon het besef dat iemand er gewoon ineens helemaal niet meer is. Die zoveel voor je betekent. Niet leuk. En ook niet voor de familie, voor mijn moeder, voor mijn ooms. Ik heb ze net allemaal even gebeld, gesproken. En ik ga er een mooi afscheid van maken. Ik was net bij de supermarkt en toen mocht ik allemaal dingen van mezelf kopen. Ik heb dit brood gekocht, wat ik super lekker vind. Deze heb ik aangevreten. Haribo's. En deze, die vind ik ook heel lekker. Heb ik ook gehaald. Lekker biertje. Oh ja, en deze. Allemaal comfort food. Ja, nou ja. Ik vind het wel heel fijn dat mijn oom, die in Brazilië woont. Misschien weten echte vaste kijkers weten dat misschien nog wel, dat ik dus een paar jaar geleden in Brazilië ben geweest bij hem. En met hem ook best wel een speciale band heb. En hij komt dus ook naar Nederland. Hij zou sowieso al komen. Dus ik vind het ook echt wel super fijn dat we weer even samen zijn met z'n allen. En ja, dat is fijn. Hello, good morning! Waar gaan wij naartoe, Jax? Piratenzwembad. Naar het piratenzwembad, ja. We gaan nu eerst even Jola en Bobby ophalen, want die hebben bij Bobby thuis geslapen. En dan gaan we gezellig naar het zwembad. Zo, die hebben er zin in! Hey. Hallo! Hallo! Wij gaan naar het piratenzwembad, Bobby. Ja! kijk eens bij Jax hoeveel zin iedereen heeft. Kijk naar zijn hoofd. Leuk, hè? Heb jij een poepie gelaten? Nee, Bobby. Nou, Bobby. Oh, wat schot. Nou, Bobby. Lekker. Nee. Ik ruik het ook, maar... Mag je dus niet doen, Bobby. Ik heb niks gedaan. Woe! Even doorluchten hier. Maar ik heb serieus niks gedaan. Ik heb ook echt niks gedaan. Hoe heet het zwembad ook weer? Koploper. Heb je wel? Ja. Heb je er zoveel zin in? De koploper wordt gestart. We'll be right back.
Nou, dank je. Mag ik komen?